Omdat het bijna moederdag is, gaan we deze vrolijke moederdagschikking maken. De kleuren van het papier en ook de soorten bloemen kun je afstemmen op wat je moeder mooi vindt. Ik heb een strook papier gemaakt van een aantal vellen en nu is de strook lang genoeg om om de vaas heen te passen. Hij moet een klein stukje overlappen zodat je het begin en het einde aan elkaar vast kunt maken straks. Dan neem ik vellen gekleurd papier en daar ga ik stroken van scheuren die zo dadelijk weer hierop geplakt worden. Nu de stroken gescheurd zijn kan ik ze een beetje speels om en om op deze strook plakken en dat doe ik met fotolijm. Want eventuele vlekken kun je heel makkelijk dan weer wegpoetsen. Het natte steekschuim heb ik in de schaal gedaan en nu kan ik de papieren strook om de schaal heen maken. Ik doe dat bewust in deze volgorde zodat het papier droog blijft. De papieren strook is net even iets hoger dan het steekschuim zodat die rand mooi weggewerkt wordt. Ik ga nu eerst de bodem een beetje vullen met korte takjes pistas zodat een deel van het steekschaam al weggewerkt is. Nu is het vol genoeg om eerst met de bloemen te beginnen. Later kan ik eventuele gaatjes nog weer met een paar extra takjes groen opvullen. Nu ga ik de bloemen verwerken en dat doe ik soort voor soort. De bloemen die worden wel regelmatig verwerkt, maar toch ook wel een beetje speels. Natuurlijk moet ik ze goed afsnijden voordat ik ze in het steekschaam steek. De kleurrijke en grotere ronde bloemen zijn nu eerst in de schaal gestoken, allemaal ongeveer op gelijke hoogte. Om het nog wat speelser te maken, ga ik nu de knopjes van de ustoma gebruiken en die ga ik er iets bovenuit laten steken. En zo komt het net even een beetje hoogteverschil. Het is dan wel belangrijk dat ze overal ongeveer even ver uitsteken. De vetplantjes ga ik op draad zetten zodat ze wat beter in te steken zijn. Ik kan daarvoor heel eenvoudig de draad hier tussen de zijtakjes doorhalen en met een spiraalsgewijze slag om de steel heen wikkelen. Ik laat de draad iets langer dan de steel zodat ik daarmee heel stevig in kan steken. Nu de vetplantjes op draad zijn gezet, kan ik ze speels tussen de bloemen steken en dan hangen ze een beetje over de rand heen. Duw de bloemen een klein beetje opzij, zodat ik de bloemen niet beschadig als ik hier met de steel en de draad in het steekschuim wil steken. Als alle vetplantjes erin zijn gestoken, controleer je nog even goed of er geen gaatjes te zien zijn waar je nog op het steekschuim kunt kijken. En als je wel een plekje ontdekt, dan kun je dat nog even opvullen met een takje groen. Het is ook een leuk werkstuk om samen met de kinderen te maken. In plaats van een strook met gescheurd papier, zou je ook een tekening om de schaal heen kunnen plakken. En zo maak je een heel persoonlijk moederdagcadeau.